Vandaag neem ik je mee naar Schipbreuk en Juttersmuseum Flora, het grootste Juttersmuseum van de wereld. In het museum zijn strandvondsten te vinden van wel meer dan 75 jaar oud. En het museum is verdeeld in verschillende ruimtes, waardoor je van alles leert over de wereld van het strandjutten. Want André en Judith, voor de mensen die het niet kennen, wat houdt strandjutten precies in? Nou, strandjutten, dat is eigenlijk maar één zin. Strandjutten is naar het strand op zoek naar aangespoelde spullen. Dat is eigenlijk strandjutten. Ja, en daar gaat jullie museum dus over. Wat is hier allemaal te zien? Nou, als je binnenkomt, krijg je sowieso, de kinderen krijgen een speurtocht mee. Dat is eigenlijk een richtlijn door het hele museum. Dan gaan ze de museumroute volgen. Via de brug kom je bij de reddingscapsule. Daarna ga je een paadje verder, kom je bij de showvugelen. Dat is een gestrand boot. En dan kom je bij schuur 1. Schuur 1 is eigenlijk het hart van ons museum. Die hangt helemaal vol met gejutte spullen. En dat is een collectie van 75 jaar lang jutten. Door verschillende jutters is het verzameld eigenlijk. Dus gekke dingen, leuke dingen, bijzondere dingen, eigenlijk van alles hangt er. Ja. Nou ja, dan kom je in schuur 2. Schuur 2 zijn alle strandingen van afgelopen, decennia zeg maar. Het laatste schip 2001, dus dat is al heel lang geleden. Het gebeurt eigenlijk niet meer. Dus dat is echt een schuur met geschiedenis. In volgorde alle strandingen met alle souvenirtjes erbij die de jutters vergaard hebben. Verder loop je, kom je bij expositieruimte 3. Elk jaar hebben we daar een andere expositie. En dit jaar is daar de expositie over de containervaart. We hebben in afgelopen januari natuurlijk de MSC Zoe gehad, die heel veel containers verloor. Wij hebben er ook wel wat van op het strand gevonden. En daar zijn we op ingehaakt en daar hebben we een expositie van gemaakt. En dan moet je denken aan limonade, de sigaretten, sleetjes, schoenen, dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, nou dan kom je in schuur 4. Nou, schuur 4 hangt ook helemaal vol met jutspulletjes en daar staan de banken voor de presentaties. We doen kinderpresentaties, groepen, ouderen, scholen. We hebben ieder ons eigen verhaal, dus dat is altijd wel leuk. Het is nooit hetzelfde. En we proberen daarmee mensen, vooral kinderen, enthousiast te krijgen om naar het strand te gaan en te gaan jutten. Verder rest loop je dan door naar schuur nummer 5. Dat is de KNRM. Daar staat onder andere de reddingsboot de Johan Hodson. De wippertruc uit de koog staat daar en nog wat een klein stukje visserij. Er draaien diverse films de verschillende ruimtes. Films over de jutterij, over de KNRM, over de containervaart, van alles eigenlijk. Ja, als je dan op het buitenterrein komt, dan liggen daar een hoop ijzeren voorwerpen opgevist door de Noordzeevissers. En de speeltuin natuurlijk. Eindigt ook de speurtocht, dus dan kunnen ze lekker gaan spelen. En er is ook een picknickplek nog, dus nog even lekker een hapje, drankje. Kortom, er is hier dus meer dan genoeg te zien. Zeker de moeite waard om een keertje hier te komen kijken. En dan ook even de mooie verhalen van Judith en André aan te horen. En dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.